We staan hier na de wedstrijd Brugseveld, Oranje Nassau, eindstand 0-4. Job, wat zijn jouw bevindingen van vandaag? Nou, uiteindelijk terecht een dikke nederlaag. Al moet ik zeggen, in de eerste helft houden we goed stand. We hebben afspraken gemaakt dat we wat compact zouden staan op eigen helft. Met veel spelers achter de bal. Tegenstander moeilijk maken, veel in duels komen, zo lang mogelijk de nul houden. Nou, dat lukte tot de 38e minuut, het werd een 0-1. Dus nou, op zich met 0-1 de rust in. En toch maximaal twee kansen weggeven, hebben we het goed gedaan. Als je daarnaar kijkt, nou, de tweede helft krijgt een vervolg op de eerste. 58e minuut wordt het 0-2. Kan ook nog, nog niks en andere dingen doen. Nou, goed, 66e minuut pakken wij onnodig een tweede gele kaart, ver van onze goal af. Dus, ja, nogmaals niet nodig. Dan is het wel klaar. Tegen een goed OM, makkelijk voetballend, gewoon veel individuele kwaliteit. Dan is het met 66 minuten gespeeld en 0-2 achterstand en een rode kaart. Ja, wordt het heel moeilijk. Dus zeg, uiteindelijk wordt het nog 0-4. Zeg ik te veel dat dit misschien als ploeg wel de beste tegenstander was tot nu toe? Ja. Ja, ik denk inderdaad dat je hebt na te denken. Kijk, ze hebben ook wel moeite met omstandigheden. Het veld dat is toch hobbelig. Je zag wel vorige keer zelf dat zij wat moeite had in de aannames, in de combinatiespel, wat ze graag en goed kunnen spelen. Als je kijkt, echt voetballend en individuele kwaliteit, vooral voorop met spelers die makkelijk een tegenstander kunnen passeren of in de combinatie. Ja, ze denk ik wel de beste voetballende ploeg tot nu toe. Ja. Gauw vergeten, volgende week Marienberg. Ja, vooraf was het voor ons bonuspunten. Die jongens hebben eerst zelf vooral het plan ontzettend goed uitgevoerd en dat voelde zo. Dus voor de toeschouwers natuurlijk niet leuk om te kijken. Maar wat je zegt, volgende week Marienberg. Daarna weer thuis tegen Hardenberg 85. Nou, dat zijn de wedstrijden waarin we aanvallend gezien ook meer kunnen brengen. En dat moeten zeker weer 3 en toch eigenlijk ook 6 punten gaan worden. We gaan het zien. Dankjewel. Graag gedaan.